En zou je zijn zonder kopiëren en plakken? Je kan meerdere objecten selecteren door shift-links klik op en dan op een volgend object. Dus shift-links klik, dan kan je mee dus meerdere objecten tegelijkertijd selecteren. Want dat is handig, want met ctrl-c en dan ook weer met ctrl-v kan je je objecten plakken. Of daar linksboven op het kopiëren en plakken knopje linksboven in het menu. En dan uh, links klik en sleep kan je objecten weer verplaatsen. En op die manier kan je heel snel meerdere objecten in Tinkercad zetten.